eindsprint van Cambuur moet dan ook voor me krijgen in Velsen-Zuid. Cambuur heeft daadwerkelijk natuurlijk een opdracht. Vandaag winnen en dan maar eens kijken wat Emmen doet. Dan zouden ze in de halve finale terecht kunnen komen. Hier de redding van de Boer. Goed, op die inzet van Crowley. Betere van het spel is in deze fase voor de ploeg uit Leeuwarden, Crawley. Crawley. Nou, de Boer. Goed hoor, op Mathieu. Sowieso een goed seizoen, die jonge doelman in de goal bij Telstar. En hij krijgt een spervuur van aanvallen te verwerken. Cambuur voetbalt wat makkelijker. Hier gaat Mathieu en Mathieu wordt daar onderuit getrokken. En scheidsrechter Bel legt de bal op de stip. Het ontnemen van een scoringskans en omdat het geen voetbalovertreding is, krijgt hij rood. Dat zijn de regels en zo wordt het dus geïnterpreteerd door de scheidsrechter. Kijk, hier gaat Mathieu. Daar is de hand op de schouder, als hij er al is. Mathieu gaat in elk geval gretig naar de grond en Cabral kan dan een schorsing tegemoet zien. En Mathieu maakt de goal. Vanaf 11 meter. Na een half uur doet Cambuur dus wat het moet doen. En dat is op een 1-0 voorsprong komen, Mathieu. En dan is er een hoop ellende te horen richting de scheidsrechter vanaf de bank van Telstar. En Clement Uitenbogaert, de verzorger, trekt dan de broek nog even recht. Roept nog iets vervelends naar de scheidsrechter en neemt dan afscheid. Andere verzorger erbij, want zonder verzorger kan Telstar natuurlijk niet verder. Hier weer Mathieu en de Boer, die de marge kleiner houdt. Beslissende momenten steeds voor deze aanvaller, maar de Boer maakt vooral hem het leven zuur. Kleine voorsprong. Ik zou zeggen, dat moet tegen 10 man uitgebreid worden en dat leek hier toch aanstaande. Maar Van Kippersluis moet daar dan toch wel iets meer mee doen. Nog altijd drang naar de goal gehad, maar nu even niet. Het zijn spaarzame momenten, die uitbraak van Telstar. Hier is Novakovic. Ja, die Amerikaan waar je rekening mee moet houden. Hebben ze bij Cambuur vanavond niet zo heel veel last gehad tot nu. Hier is Novakovic weer. Want Telstar schakelt naar hartelust om. Nou, platje, het scheelt een meter. En de woede bij doelman Cummins. Van Kippersluis. Van Kippersluis gaat over het been van de Boer. En dan gaat de bal weer op de stip. Natuurlijk zoekt Van Kippersluis dat been op. Kijk, daar komt de Boer. En Van Kippersluis gaat er overheen. Geen enkele twijfel bij Bel. En Van Kippersluis doet het zelf. En de Boer zegt zo, dit is gerechtigheid. Hier heb ik hem te pakken. En zo blijft de marge klein. Het zou Cambuur geholpen hebben. Als het ook wat meer goals zou maken, dan had het nog een vinger in de pap gehad. Nu telt dadelijk de overwinning en dan maar wachten wat Emmen gedaan heeft. Anders wacht dinsdag alweer de eerste ronde van de play-offs. Het wordt onvriendelijker en onvriendelijker. Mathieu reageert daar. Die gaat geel krijgen. Oh, die slaat daar nog iemand in het gezicht. En Snoei wacht af. En Bel geeft geel aan Mathieu en aan Leijnen. En daarmee is de kous wat dat betreft af. En Cambuur, ja, dat wil nog wel. Moet ook wel. Van Kippersluis. Mathieu was daar ook in de buurt, maar Van Kippersluis heeft wat goed te maken natuurlijk na die gemiste penalty. Cambuur wint wel voor de 6e keer op rij en moet nu afwachten wat Emmen doet tegen Jong Utrecht.